Het is vandaag onverwacht druk in het museum van het Letterenhuis. Conservator Johan neemt ons mee voor een grote rondleiding langs liften en gangen naar zalen vol papier. Hier wordt gesorteerd, gearchiveerd en bestudeerd. Schrijvende grootheden uit heden en verleden kijken minzaam toe. We staken onze neus achter de schermen van het AMVC Letterenhuis. Het Letterenhuis is eigenlijk meer dan één huis, een doolhof van kelders, zolders en gangetjes. En toch beslaat het museumgedeelte maar één zaal. Het museum heeft bij ons een beetje een dubbele functie. Het is aan de ene kant gewoon een overzicht van 200 jaar Vlaamse letterkunde. Maar aan de andere kant is het een beetje een visitekaartje van onze collectie. Onze topstukken liggen eigenlijk in de tentoonstellingen of onze mooiste stukken. En daarmee hebben we geprobeerd om een verhaal te vertellen dat een logisch verhaal van de Vlaamse literatuur vertelt. De echte eerste Vlaamse roman, zoals die in de 19e eeuw of in Engeland en in Duitsland op het eind van de 18e eeuw ontstaan is in Vlaanderen, dus De Leeuw van Vlaanderen. En die heeft dus een ontzettende invloed gehad ook op andere schrijvers. Waar is het? Dit zijn dus de handschriften waar het allemaal mee begonnen is. In nummer 1 hebben we het eerste werk van Conscience. We hebben eigenlijk nog iets ouder werk van Conscience, een toneelstukje en zo. Dit is het handschrift van De Leeuw van Vlaanderen, het kladhandschrift. Dit is het hart van het Letterenhuis. Kelders vol handschriften, brieven en ander materiaal van zowat alle grote Vlaamse auteurs uit heden en verleden. Want archieven komen hier natuurlijk niet binnen, mooi verpakt in archiefdozen. In een aantal archieven gebeurt dat wel, omdat men dan echte archieven die als archieven behandeld zijn uit bedrijven of verenigingen haalt. En die worden dan in een archief bewaard. Maar bij ons komen die dingen meestal binnen in kartonnen dozen of in slechte geval zelfs gewoon in vuilzakken, verfrommeld papier, wat we dan eigenlijk moeten terug helemaal uitrollen en dan zelf klasseren. Alles uit deze eindeloze rekken wordt vooral geraadpleegd in één klein kamertje. De leeszaal. Voor mij ligt een toneelstuk van Victor Brunclair. Die is al nooit opgevoerd, geloof ik, maar dat ben ik nu aan het lezen. En wat ga je daarmee doen? Ik hoop daar nog bruikbare informatie voor mijn studie in te vinden. Ja. Ik ben archief aan het ordenen en aan het schonen. Dat wil dus zeggen dat ik een grote doos archief heb meegenomen naar de leeszaal hier en dat ik daar nu aan bezig ben met een inventaris te maken. En wat voor archief is dat? Van wie is het? Dit is een archief van Basile de Krale, een priester-dichter uit Merendree die poëziedagen organiseerde in de jaren 30 en 40. Toen ik hier pas begon, ben ik begonnen met het archief van Michel Sefforge. En ja, daar zaten toch wel heel mooie briefwisseling met heel bekende kunstenaars zoals Piet Mondriaan en Picasso of Miro. En ja, dat zal me toch altijd, dat zal mij bijblijven. In het museum ligt maar een schijntje van het werkelijke bezit van het Letterenhuis uitgestald. Wij mogen toch wel zeggen dat we het collectieve geheugen zijn van de Vlaamse literatuur. Dus je kan echt je kans wagen. De kans is heel groot dat we hebben wat je zoekt. Mogen wij dat eens in de praktijk testen? Ja, geen probleem. Laten we dan beginnen met iets van Boon misschien, de Kapellekesbaan. Moeder, waarom leven wij? De teleurgang van de Waterhoek? Schrijvers laten niet alleen literatuur achter. De beeldende stukken uit elk archief komen in het restauratieatelier terecht.
in hun Alaska zit ook altijd gigantisch veel kunst die we uiteraard bewaren en die wordt ook allemaal zorgvuldig zuurvrij verpakt. We hebben daarvoor een restaurateur in dienst die er zorg voor draagt dat al die dingen in zuurvrije mappen komen die dan onder ideale omstandigheden bewaard kunnen worden. Dan kun je er zo betalen, hè? Meestal krijgen we bij nalatenschappen ook altijd wel een paar portretten of een paar beelden. In veel gevallen ook wel van belangrijke kunstenaars. En hoewel we vooral geïnteresseerd zijn in wie er op afgebeeld staat natuurlijk en iets minder van wie de kunstenaar is. Maar af en toe heb je hele leuke combinaties. Zoals hier heb je een tekening van Felix Timmermans bij de witte van Ernest Klaas. In het Letterenhuis is dus niet alleen plaats voor letters. Als je een archief van een uitgeverij of een drukkerij hebt, heb je daar ook meestal affiches bij. Dus op die manier is dat hier aangegroeid en hebben wij een 35.000-tal affiches verzameld, waarmee wij een van de grootste affichecollecties van België bezitten. Het zijn de bekende dodenmaskers. Vroeger was het een gebruik, nu is het wat in onbruik geraakt, maar dat men, wanneer iemand gestorven was, men een afgietsel maakte van het hoofd en dan een mal, zodanig dat men het hoofd van de afgestorven kon bewaren als een beeld. En in een aantal gevallen werd dat zelfs gecommercialiseerd. Bij Peter Benoit werden afgietsels gemaakt die verkocht werden. Ook bij Guido Gezellen is dat gebeurd. Van Conscience tot Klaus, van Gezellen tot Lanois. Hier wordt hun geheugen zorgvuldig bewaard. Met het museum als topje van een gigantische ijsberg, 75 jaar lang.